Oké, we hebben dus crèmepapier gekocht. Dit is de lengte die je dus in een verpakking haalt. En dan heb je hier dus nog veel meer. Als je dus de midden wil weten, doe je dus in principe een beetje dubbel vouwen. En heb je dus de lengte. Die hebben we dus al voorgeknipt, kijk. Dat is inderdaad de lengte. Dus hoef je nou niet zo moeilijk te doen. Dan leg ik hem gewoon of aan deze kant. Ho. Dan kunnen jullie dus nou niks zien. Handig. Of ik leg hem aan deze kant neer, of ik leg hem aan deze kant neer. Maakt eigenlijk niet uit. Maar voor mezelf vind ik het aan deze kant toch wel makkelijker. Ik heb het van de week aan deze kant gehad. Pak je dus een schaar. Iets groter of iets kleiner maakt niet uit. En je hebt de helft. Mooi. Pakken we weer de volgende. Gaan we gewoon weer knippen. Zo. Pakken we weer de volgende. En we gaan weer knippen. Van de week maar eventjes een huwelijk en een voorbereidingsvlog in elkaar knallen. Voorbereiding huwelijk. Nee. Beetje scheef, maakt allemaal niet uit. Scheve dingen heb je ook. Zeg mijn moeder altijd. Toen was dus alles geknipt. En ik ga even een paar mooie kleurtjes bij elkaar zoeken. Ja. Nou, deze vind ik toch wel mooi. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Maar oké, maakt helemaal niet uit. Ik kan het wel zien en daar gaat het even om. Ik maak er één of twee. Wat heb je nodig? Crèmepapier. 20 velletjes. En een paar mooie kleurtjes die je leuk vindt. Een schaar. En een ijzerdraad. Sowieso. Anders kun je dus niks beginnen. Je pakt een stukje crèmepapier. Die ga je een beetje uitrollen. Naar jouw gewenste lengte. Ook wel handig. Zo. En dan leg ik gewoon even een schaar op. Pak ik nog eentje. Ga ik gewoon zoeken. Ja. Zo. Dan leggen we er gewoon even bovenop. Of jullie het zien. Leggen we er gewoon even bovenop. Schaartje er bovenop. En dan gaan we weer verder. Zo. Daar weer wat bovenop leggen. En dan gaan we met het. Zo. We hebben zometeen al 4 stroken. Vier stroken maar liefst. Vier stroken. Zo. En dan pakken we dus deze. De laatste. Denken jullie wel van hoe ga je dat doen? Heel makkelijk. Is niet zo moeilijk.
De Roderick die vond het ook niet moeilijk. Scheelt weer. Zo. Dan heb ik hier dus een houvast. Want hier heb ik dus een snijmat. Die gaat Roderick straks gebruiken. Maar zo groot ga ik hem niet maken. Nee. Ik ga, want net zoals wat jullie dus zien. Hier begint hij. Hier eindigt hij. Dus heel groot. Ik ga hem hier knippen. Hier begint hij. Hier ga ik hem knippen. Want anders wordt hij wel heel groot. Zo. Dat zijn er vier. Pak ik deze, wat ik al heb, pak ik gewoon weer op. Ga ik deze eventjes uitrollen, eigenlijk uitschudden. Moet je het wel doen wat ik wil. Lijkt me handig. Ja. Dat heeft het dus nu gedaan. Dat is mooi. Zo. En 4 is 8. Dan ga ik hem even draaien. Zodat ik weet waar ik ben. Zo. En dan ga ik hem weer knippen. Ik heb hier dus nu 8 lagen en dan doe ik er nog 1. Ja. Heb ik 13 lagen zo uit mijn hoofd gerekend. 8 en 4 is 13, hè? 8. Ja, 12. Ja, 12. Dus 12. Dus 3 stroken minder maakt helemaal niet uit. Als je maar lekker vol wordt. En ik ga nu iets doen. Dat is de omdraaien. Weer. Blauwe kant lekker naar boven. En ik ga hem hier weer omdraaien. Heb ik ook weer de blauwe kant boven. En dan ga ik hem gewoon weer knippen. Zo, deze gaan we even nu niet meer gebruiken, even opruimen, en gewoon even rollen, die hebben we nu even niet meer nodig. We hebben nou dus 12 velletjes, genoeg hebben we hiervan. Ja, we hebben hier even genoeg van, op dit moment. Dan gaan we eventjes proberen om de krabpapier zo mooi mogelijk bij elkaar te krijgen. Ja. Probeer een beetje de puntjes bij elkaar. Kan geen kwaad. Of wat je ook kan doen, dat is gewoon even weer per blad, blaadje, crème papier, eventjes netjes over elkaar heen leggen. Hoeft niet per se. Nou, en dan nu gaan we dus een accordeon maken. Het is maar net, wat vind je prettig om te werken? Hoe wil je dat hebben gedaan? Je kan het op 2 manieren doen.
laat het even zo meteen zien. Hoe je dat dus kan gaan doen. Dat is dus zo. Op deze manier. Zo. Maar je kan het ook dus op deze manier doen. Zo. En dan draai je hem om. En dan draai je hem weer om. Dus je kan het op heel veel manieren doen. Nou, en ik doe het lekker even op deze manier. Zoals wat ik even mijn mannetje heb geleerd. Hij is wel heel dik, maar dat maakt helemaal niet uit. Dan pakken we hier de ijzerdraad erbij. Mag wel lekker lang. Knippen we af. Kan gewoon met een normaal snaartje, als je dus een dunne hebt. Wat zeg ik? Deze pompon die wordt lekker groot. Die wordt erg groot, maar dat maakt helemaal niet uit. Nou ja, groot. Ja, groot. En dan druk je erop. En dan draai je hem even eigenlijk een kwartslag. Nog even een kwartslagje. En hij zit vast. Kijk, nou zeg ik. Je kan het, als je dus een kleine hebt, doorheen knippen. Echt zo knippen. Maar dat gaat dus nu even wat moeilijker. Dus ik ga even ervoor kiezen om eventjes een snijmesje te pakken. Daar ga ik nu even voor kiezen. Pak ik even de snijmat erbij. Hoop ik dat het wil. Nou, dan probeer ik het nu toch weer een beetje met de schaar. Het wil niet altijd om mensen, nee.
Zo. Die kant hebben we nou gedaan. Zo. Dus die heel mooi gedaan. Je kan er ook voor kiezen om hem mooi rond te maken. Dus eigenlijk op deze manier. En nou kies ik er dus voor om hem een beetje mooi rond te maken. Zoals jullie wel kunnen zien. Dus deze is mooi rond. En deze is in een soort van ja, driehoek om het zo maar te zeggen. En wat gaan we nou doen? Dus even deze ijzerdraad. Een beetje lekker. Dat die even niet in ons weg zit. Gaan we zo doen. Zo. Hier heb ik dus nu al een haakje van gemaakt. Want hier komt dit dus aan te hangen. Nou, gaan we hem dus nu eigenlijk als een soort van draaien openstellen. Kijk. Niet heel erg netjes. Maar oké, okay, maakt dat niet uit. Het geeft ook helemaal niet. Kijk. Zo kun je het ook doen, dat je dan zo gaat knippen. Maakt ook niet uit wat jij wil. Mooi. Gaan we dus met de eerste laag beginnen. Kijk, dan zie je dus dit. En heel mooi naar binnen trekken. En als zelfs Roderick dit niet eng vindt, nou, dat beloof wat hoor. Als Roderick dit ook in principe kan en tussen haakjes leuk vindt, nou, dan kan elke boerenman dat hoor. Echt, dit is helemaal niet moeilijk. Vraag maar een Ro op de bruiloft. Nou. Zo gaan we dus een pompon maken.
Zo. En wees niet bang en dat het schudt. Ook al schudt het een beetje, maakt niet uit. Zo. Mag ook wel even deze kant op werken. Hé, ja, ik vergeet het een beetje, maar dat maakt niet uit. Geeft helemaal niet. Ook al doe je de laatste twee. Komt toch allemaal wel goed. Kijk. Zo. En de eerste kant is alweer gedaan. Ja. Gaat hard. En dan gaan we met deze kant. Kijk hoe mooi. En deze nog niet. Nee. Het kan zo een bloemboeket worden nog even. Dat gaan we maar niet doen. Nee. We gaan er gewoon een mooie pompon van maken. Zeker. Ja, ja. Er gewoon een mooie pompon van maken. Zo. Een kind kan de was doen. Ook dat nog met dit. Wil je een mooie binnenactiviteit? Wil je hier lekker je huis opgefleurd hebben? Creatief. Bij de Action, hoe duur waren deze? Nog een euro zeker, hè? Zoiets. Eurotje. En dan heb je heel veel in het pak. Eventjes en door de midden halen. En je kan heel veel pompons eruit halen. En zo doen we dat dus ook voor op onze bruiloft. We hebben dus ook heel veel pompons. Zo. En wat een lekkere, goede, gevulde pompon. Ja, ook dat nog. Hij raakt lekker vol. Helemaal goed. Daar zijn we alleen maar weer blij mee. En dan de laatste. Kijk, we hebben een hele mooie pompon. Kijk, en dan pak ik eventjes de middenstuk. Kijk,
en heb je dus een hele mooie pompon. En dan hang ik hem dus ook inderdaad gewoon weer met een ijzerdraadje op. Of je kan het ook gewoon met touw ophangen, ook helemaal niet erg. Kijk. En de bovenkant, en dat maakt niet over uit, want het is hier toen niet. Hoe mooi de onderkant mooi is. En... nou, en zo hebben we dus een mooie pompon, mensen. Ja. Nou, dit was dan weer eventjes knutselen met Karin voor een pompom. Heb je nog vragen? Laat het even hieronder weten. En dan maak ik misschien weer eens binnenkort weer iets anders.